mensen voor gekke ideeën. Vandaag ga ik in het water. Destiny is net in het water. Meestal zit ze om te kleden. Dikke schijt, ik ga in het water. Film maar. Voor jullie mensen, omdat we de 348 abonnees hadden. Like, abonneer. En om de volgende keer ga ik met alles doen. Vandaag niet. Vandaag ga ik alleen maar met voeten. Ik ben al twee keer geweest. Let op, ik ga goed zitten. Lekker spatteren in het water. Maar dit is echt fucking koud. Ik ga gewoon bevriezen. Destiny is er al één geweest, mensen. Nou, zet hem even op stop. Bert, er deze kant op. We gaan nog een keer in het water. Nee. Oké, mensen, jullie zagen dat ik net in het water ging. We maken twee video's. Destiny is ook echt in het water geweest. Die zetten we eerst online. Gewoon deel 1, deel 2. En dan mijn broertje per ongeluk de camera had uitgedaan. Maakt niet uit. Hij heeft een beetje bijna laten vallen. Maar verder is dus alles oké. Okay. mooie natuur. Ik weet niet of die mensen het allemaal goed vinden. Maar ja, kom eens maar lekker op YouTube. Vind je het leuk? Ja, en ik ga daar de kraak nemen op jullie. Ik weet niet waarom. Maar ze gaat gewoon vragen. Weet je waarom mee? Vertel. Nagelslakken. Ja. Ik heb nagellak meegenomen. Ja, en ik vind het echt niet leuk. Jij zit mij gewoon te snitchen. Jij vond het water niet leuk. En jij hebt het zo gedaan. Hij vindt het water niet leuk. Of nagellak of daar kom ik gekke shit eten. Wat wil jij? Ja. Want we gaan ook daar kom ik gekke snoep eten. We gaan dadelijk toch nog naar de winkel. Ja, en dan laten we de kijkers ook zien. Jumbo? Oké, dan gaan we naar de Jumbo. Wat? Daarachter Jumbo? Nee, die Jumbo. Ja, wat de fuck niet. Jawel. Albertijn vindt hij eng. Je bent altijd aan het miepen. Mensen, dit is echt een miepmeisje. Oké, ik ga hem niet. Ja, we zijn tenslotte gisteren wel naar de action geweest. Helemaal niet, ja, de kruidvat, wat wil jij? Oh ja, naar de kruidvat, sorry. Ik ging gisteren met mijn moeder naar de action. Ja, daarom. Sorry. Oké, dan gaan we jullie lekker naar bos gaan. Nou. Oké, ik weet niet waar we zijn. Oké, we zien jullie wel als we heel ver zijn bij de, ja. Waar gaan we naartoe? Nou, naar de Jumbo, toch? Ja. En zo, jij hebt geld, ik heb geld. Oké, we zien jullie zo weer. Oké, we zijn nu hier. En jongens, wat gaan we doen? Jelly beans proeven. Oké. Ik heb ze vandaag gekocht. En ja, mensen, dus de echte edition jelly beans eten. Ik ga jullie filmen. En ik ga gewoon een paar dingetjes eruit halen. En ik ga jullie gewoon geven. Ik heb één voor één iemand een rode jelly bean voor Destiny. Welke smaak is dat? Geen flauw idee, maar hoef je ook niet te weten. En een donkerrooie voor een Roberto. Er zit een groen stukje op. Ja, nou, eet maar. Destiny, Berto. En ik zelf natuurlijk ook. Er is smaak bij. Oh, leuk. En Berto, wat heb jij? Ik pak die vieze gele wel, mensen. Ik pak de vieze gele. Nee, dat is mijn lievelingskleur. Mijn ook echt. Nou, voor mij. Is die vieze weer? Gaan we er nog eentje proeven allebei? Nee, want we gaan nou door naar de Jumbo. Anders zijn we niet op tijd. Dus we zien jullie zo. En ondertussen gaan we nog jelly beans eten. Doei. Mensen, we zijn nog eventjes verder. We hebben toch besloten om naar de Jumbo te gaan. Destiny dacht de Jumbo bij de action. Maar nee, we gaan gewoon bij Kastelenplein. Ja, sorry, ik heb niks gezegd. Een leuk geitje. Ja, dieren. Misschien kunnen we brood kopen. Kost maar 55 cent. Ja, dan kunnen we brood kopen. Kunnen we diertjes even. Ben je het mee eens? Ja, nee, maar we gaan toch allemaal soep voor ons kopen? Ja, toch. We gaan toch een gekkies CD snoepbak maken? Oh ja, met lekkere en vieze snoepjes. Ja. Toch? Ja. Oké. We zijn nou heel ver, maar ik wil eigenlijk in die sloot daar bij die brug of in deze. Kijk, maar hier had je gewoon, hier heb je ergens gewoon een trapje zitten. Waar je naartoe kan lopen, daar zo. En als het je dan niet meer bevalt, dan kun je weggaan. En dan gaan wij jullie zo weer terugzien. Maar jongens, ik ben eigenlijk best wel bang. Dit neem ik nou weer op. Tot we eigenlijk gesnapt worden. Want je mag niet filmen in winkels.
Wij kunnen wel allemaal zo nep gaan doen zo. Maar dan komen die mensen toch achter ons zo erachter dat wij gewoon niet aan het filmen zijn. Ja, we moeten sneaky zijn. Maar wij moeten bij de snoep zijn. En als mensen daar snoep aan het vullen zijn, dan, ja, dan hebben we gewoon dik scheid. Ja, we moeten zo filmen. De muur zo. Maar we zorgen wel dat er niet zoveel mensen op komen. Ja, als ze zeggen je moet de camera uitdoen, hou gewoon zo. Mm-hmm. Nou zie je ons lopen. Ik met mijn Nike's. Ja, we zijn al dicht bij de buurt. We zien jullie in de jump. Yo mensen, we zijn daar. Als je... Wacht, hou met ons even vast. Als wij gaan inzoomen, zien jullie daar die jumbo. Dat heb ik al gedaan. Dan gaan we... Nou, wij desklappen in je handen. En we staan voor de jumbo desk. Hoe kan je dat toch? Hoe kan je dat toch voor elkaar krijgen? En nou klap je in je handen en dan zijn we zo bij het snoep. We zijn aangekomen in de jumbo. Voor arbeid. Ja, dat is snoep. Wow, kijk al die. En we zijn er. Wat zijn die? Kipshoe. Die lijkt me echt zuur. Weet ik niet, heb ik nog nooit gehad. Die zijn er wel gehad, die zijn ja, zuur. Die. Die kunnen we dadelijk bij mijn huis. Een nieuw pizza recept. Of hotdogs. Hotdogs! Kijk hier, nieuw pizza. Hotdogs? Hotdogs. Die skittle. Ja. We zitten even... Hier kunnen we beter kijken bij de chocola. Oh, nee, niet puur, hè? Nee, geen puur, nee. Misschien kunnen we beter toch de chocola niet kopen. Nou, we zitten nu te kijken wat we allemaal een keer willen proeven of zo. Maar we kunnen ook chips stappen, jongen. Nee, we gaan gewoon snoep. Je ziet heel veel chocola en dan ga jij naar een paar chippies. Echt, hè? Voor 2 euro. Ik heb helemaal van snoep. maar ik kan nog zijn waar we die hebben mijn moeder altijd, Choice. Ja? Die zijn altijd lekker, er zitten van die crunchy dingen in, net zoals die daar. Ik heb altijd deze. Tony's melk. Ja, datzelfde. Kijk, deze hebben wij al een keer op. Wat was dit dan? Is dit... Nee, die nog niet. Deze hebben wij laatst. Ja, maar ik zei een keertje deze proberen. Deze lijkt mij ook al vet. Toffee. Ja. En deze twee des. Deze twee moeten wij eens gaan proberen. Yes. Deze mensen. Houd vast. Deze. En... Deze moeten we eens een keer gaan proberen. Ja. Wil jij ook iets? Wil je ook hiermee? Van deze. Hoe duur kost die? Ja. Zo. Was dat het? Ja, was dat. Nou gaan we naar de kassa. Ja, maar ik denk dat ik dat wel ga doen. Ik heb echt kei veel. Ja, het is ook druk in de winkel. Dat merk ik ook. Het is echt druk hier. Alsjeblieft, fijne dag toch. Ik heb onderhalve al 2 dagen. Fijn. Sneaky mensen filmen. Ja, ja, ja. Kom mij nog aan de beurt of... Ja, wij willen dit afrekenen. Kijk eens. Alsjeblieft. Dank je wel. Nou, gewoon geld gekregen? Ja. Oh, wacht. Poen. 1,45. Dank je. Hier werkt jouw poen. En een bolletje. En dit. Oké. Ik weet wel een mooie plaats, jongens. Kom mee. Ja, weet jij een mooie. Het is echt lief van die mevrouw, hè? Ja, hè? Ze gaf 1 euro nog iets. Eigenlijk hadden wij haar moeten bedanken. Ik vind het een beetje raar, maar die mevrouw... Ja, is best wel lief. Ik weet een mooie plaats. Dat is daarachter. Kom. Daar, jongens. Vandaar. Jij mag nergens komen, hè? Nee, ik zeg... Ja, maar jij moet overal waar zeggen.
Mag je toch gewoon voor ons komen? Gewoon bij de Zuidzorg daar zo. Dan kunnen we die dingen gaan proeven. Voor de duidelijkheid gaat Destiny dadelijk het nog laten zien. We zien jullie. Mensen, nu gaat Destiny voor jullie filmen. Yes. Nee, heb jij iets opgedrukt? Nee. Oké. We hebben deze. Hebben we nog nooit op. Deze. Hebben we ook nog nooit op. Deze. Nee, ik heb niks gedaan. Deze heb ik en Roberto. Ja, wel op, maar misschien Destiny nog niet weten. Nee. Oké, ik ga eerst deze proeven. Oké. Ik ga die eerst proeven. Oké. Goed. Oh, is echt kut dit. Echt, hè? Oké, ik heb hier een stukje. Van Destiny. Zo en ziet een het stukje voor mij. Oké, 3, 2. Makkelijk. Kijk, dit hoezo ziet de binnenkant eruit? Oh, valt bijna. Ik dacht, jij mag ook een stuk afbreken voor jou. Juist hier zo. Oké. Ja, lekker gevonden, hè? Ja, om deze proeven. Oké. Zelfs. Hij is al langer dan 11 minuten. Zo, nu. Wat de heck? Ik leg deze af van. Ja, wat de heck, man. Ik ga hem proeven. 3, 2. Mag ik ook? Lekker, hè? Ja. Mag ik ook? Ja. Rustig aan, hè? Nee, zo. Hebberig, hè? Kijk dan hoe dit eruit ziet. Het lijkt net van dat kreppapier wat erop zit. Shit. Kijk. Chocola of haap, hè? Dat is ook zo. Oké, mensen. Vond je een leuke vlog? En heel erg bedankt voor die 348 abonnees. En letters.